Renault Antwerpen. De auto's van stad. Friedrich Nietzsche. Richard Wagner. Jan Fabre liet zich voor zijn nieuwste voorstelling inspireren door de turbulente vriendschap tussen de componist Richard Wagner en filosoof Friedrich Nietzsche. Jaarlang waren de twee boezemvrienden, tot de vriendschap verzuurde en zelfs omsloeg in een publieke vete. Ik denk dat het een van de meest iconische vriendschappen is. Het is als het ware het archetype. Het is de kunstenaar die een filosoof wil zijn, maar niet kan verdragen dat de filosoof kritisch wordt. En het is de filosoof die de kunstenaar omarmt, maar voortdurend schrijft, ja, kunstenaars zijn geen filosofen. Dus het is eigenlijk een soort van fundamenteel cultuurconflict dat je ook bij ons nog wel ziet. Dat is eigenlijk het conflict tussen de denker en de doener. Fabre werkte voor deze voorstelling samen met de Vlaamse dichter Stefan Hertmans. Zij lieten zich leiden door de symboliek en de thema's die aan bod komen in de 13 opera's van Wagner. Toch is Tragedie van een vriendschap geen klassieke opera, wel een muzikale dansvoorstelling. Dit is veel meer dan een opera. Dit is een voorstelling die de opera tussen haakjes zet, waarin de opera wel optreedt, maar eigenlijk is deze tragedie van de vriendschap breder dan een opera en de opera heeft daarin een plaats. De voorstelling loopt van vanavond tot en met zaterdag in de Vlaamse Opera in Antwerpen.